allemaal, ik krijg een nieuwe video. Vandaag gaan we Clash Royale doen. Denk ik. Misschien nog een andere game. I'm gonna check. Laat even weten welke game jullie willen zien. Boven Roblox en dingen die ik... Dingen, zeg maar de dingen die ik op mijn telefoon heb. Laten we voetbal Strike spelen. Een lekker keer feestje. Nou, hier heb ik dan ook gelijk als jullie mijn gezicht wel zien. De facecam. Voor mijn telefoon dan. PlayStation nog niet. Zo zorgen dat mijn haar niet in de weg zit. Het is nogal vaak zo. Heb ik. Ik wacht hier zo. Ik heb al knuffels. Ik dacht dat ik mijn hoofd kan leggen. Mogen we nog gaan spelen? Dank je. Ja, zullen we die ook gelijk maar doen dan? Oké, we moeten even in het midden schieten. Oeh, in één keer. Nou, even een pet open. Begin met deze. Heb ik die niet aan? Vloog gebruik ik niet. Een cadeautje. Even naar de shop. Oké. Ik doe meestal de rijtrap omdat ik in shooting range. Dingen niet goed ben. Niet zo heel goed in ieder geval. Ik doe de verkeerde bal. Met deze bal kan ik maar gewoon 50 km per uur zitten. En dat deed je niet. Ja, dat ik de verkeerde bal heb. Dat is mij niet dan. Zo, hij heeft lek. Dank je. Beetje irritant. Hoe hard een lek heeft hij, jongen? Ik ga zo terug. Ja, kom. Kom, papa. Ik kan nu echt geen enkele pakken. Ja, dat. Facecam. Ik heb wel een beetje een lek. Oké. Dat is wel schat. Ik heb echt heel veel coins nu. Ik heb het in mijn ogen zitten. Ik weet niet of de facecam goed is. Ik doe het even zonder facecam aan. Dus heb ik zilver voor zijn lijk. Nog steeds. Dus ik heb gewoon een dikke bril. Wat is dit voor gekke bril?
Okay. Der ist gar nicht so gut gemacht. Danke. Gut, cool. Zo jongens, hoe is dat? Nou, ik ben niet in vlaggen vandaag, zeg. Ketter. Of wacht, ik weet nog wel iets wat we kunnen doen. Even deze weghalen. Oh ja. Even een foto erin zetten. Nu gewoon even. Deze. Oké. Maar hier ga ik even hoe je foto's kan bewerken via Pixart Color of zo heet het, dacht ik. Hoppakee. Dan heb je een lekker baas van de kat. Hoppakee. Als dat is, kan je denk ik ook wel weer weghalen. Ja, en dan is je foto loesoe. Als je foto pleiten. Of zo. Weg. Kan loesoe. Maak ook een ander tekstje. Nope. Deze tekst vind ik niet helemaal kloppen. Soms is leven niet mooi. Maar het is gewoon zo.
soms juist weer wel. Niet zeggen of mijn leven verkeerd is. Eigenlijk niemand die ik ken, zijn leven is heel verkeerd. Maar goed, trouwens nu zou ik eigenlijk wel weer Facebook kunnen doen, maar ik kan niet meer. Wacht, laten we even gewoon reageren op gewoon grappige video's. Laten we te veel vragen kijken. Dude, there's no fucking way. Look at this shit. What's happening? Waiting for an instant ready. It just gave me the Napa Llama you're looking for again. Maybe restart your game. You think it's me? Ramsey on points? No, that's gotta be a bug. Fuck! Professionele Fortnite-spelers spelen natuurlijk dag in dag uit om mee te kunnen doen aan toernooien waar ze natuurlijk veel geld mee kunnen verdienen. Ze kunnen in de picture komen te staan, dus ze worden populairder en om natuurlijk ook zelf beter en beter te worden. Dit weekend was het weer zover. Squads Fortnite Championship Series. Ik kon het bijna niet doen. Alleen dat verliep niet vlekkeloos. Ik heb het al in de ochtendvideo besproken. Er stond een keer dat er iets groots was gebeurd. Dat ging namelijk tijdens het evenement, tijdens het toernooi, werden de servers van Epic Games gedidos door Lizard Squad. Een van de grootste DDoS-groepen ter wereld. In deze video gaan we het daarover hebben. Over de reacties van pro-players. Over wat er allemaal precies is gebeurd. En wat er gaat gebeuren. Of sterker nog, al is gebeurd. Dames en heren, druk nog eventjes op het duimpje omhoog. Als je hype bent voor deze video. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal. En je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshow met de code teveelgevraagd. Ja, in het begin verliep het eigenlijk allemaal heel erg soepeltjes. Iedereen was weer ready om mee te doen aan de Fortnite Championship Series. Ook het team van Ninja. En de eerste game liep alles nog helemaal goed. Sterker nog, ze wonnen de game met 30 punten in totaal. Wat natuurlijk een enorm goede start is voor het team van Ninja. Alleen gebeurde er daarna wat. Daarvan heb ik een clip van Ninja. Laten we die eventjes bekijken. Dan zie je wat er gebeurt. En dit probleem wat je zo meteen gaat zien, hadden heel erg veel mensen. En dat is de reden waarom iedereen woedend is op Epic Games. Yo, Nero was in the lab, literally eating 20 floppers. I read it up. It did a little glitch. I read it up. Yeah, it was like a little error message. Not the llama you're looking for. Weird, we couldn't connect to the match. You can try again. That's fine. Wat veel mensen niet weten, is dat antibiotica niet werken tegen griep. Sterker nog, bij veel gebruik kunnen antibiotica helemaal hun werking verliezen. Zo kunnen makkelijk te behandelen aandoeningen, zoals een infectie bij een knieoperatie, zelfs levensgevaarlijk worden. Ga voorzichtig om met antibiotica. Daar wordt iedereen beter van. I think it's working. No, just everyone stay ready to. It says waiting for Ninja. Yeah, I know. It keeps readying me up, and then it cancels me. So now it's checking for updates. Give it like 10 seconds. Hold on, can I confirm? No, it's weird, dude. I got you. Yeah, I got an error message as well. Like, invite, oh. Nate, invite, Malachi, invite. Dude, I've never seen that before, man. I think it's glitched. Tournament might be broken. Yeah, I've never seen waiting for matchmaking to commence. Dude, there's no fucking way. Look at this shit. What's happening? Waiting for Ninja to ready it, up. It just gave me the not the llama you're looking for again. Maybe restart your game. You think it's me? Stomp. Someone else make a lobby. Let me make a lobby, and then if not, we'll all restart game. Nobody can queue right now. Can someone cancel the tournament after a 30-point? There's no way. We have to. That's a we qualify. We qualify for all right there. You've got the clout hit up that there. Could be like, no way. I'm gonna call. Not the llama you're looking for. Party filled to connect. I'm restarting my game. I actually, dude, we that like that
30-point game. Dude, that was the definition of a flawless game. Wait, that was a perfect game. Even, like, as a... Yeah, you, they're not even trolling. That's what they're going to try. Oh, 100%. They're going to reset it. They're going to reset it. I tried that, too. They don't have other options. Verwijderd. Alleen het gekke was, niet voor ieder team waren de punten verwijderd. Dus sommigen hadden de punten nog en sommigen die hadden ook helemaal niks meer. Wat natuurlijk heel erg apart was. Daarnaast, ja, ze konden dus niet meer joinen. Ze moesten heel erg lang wachten. Heel erg veel tijd hebben ze eigenlijk verspild door het wachten. En dat is toch wel een beetje een probleempje, kun je wel zeggen. Maar ja, wat ik al zei, heel erg veel mensen hadden er last van. Ook Nick Murks had hij heel erg last van. Hij kon ook niet meer joinen. Hij heeft zelfs eruit getweet dat hij Fortnite Competitive gewoon niet meer serieus kan nemen. Dus dat is een big statement. Daarnaast misschien nog wel een bigger statement is dat hij gewoon niet meer gemotiveerd ervoor is. Dus dat is natuurlijk erg pijnlijk om te zien door dit soort dingen dat de servers eruit liggen. Dat ja, mensen zo woedend worden, wat compleet begrijpelijk is, dat ze willen stoppen met de game. Een dag later is Ninja weer een beetje afgekoeld en laat hij in zijn stream weten hoe... Yes, dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe update video. Allereerst druk natuurlijk weer eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Veel gevraagd. Wie onze code ook heeft gebruikt is Mike. Ik heb jullie zak gebruikt om deze emote te kopen. Hopelijk kom ik in de ochtendvideo. You are the best. Hey Mike, you are the best. Heel erg bedankt voor het halen van de vispump met onze code. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Een dikke vet shout-out naar jou. En je zit in de ochtendvideo, Mike. Goed, laten we snel doorgaan naar het eerste topic. Over de nieuwtjes. Ik heb weinig nieuws, maar daar gaan we het gelijk eventjes over hebben in het eerste topic. En het eerste topic gaat eventjes over het tweetje van iFireMonkey. It's kinda ironic how we have more content to talk about back when Fortnite was just a black hole than we do right now. En dat klopt inderdaad. We hadden letterlijk meer nieuws tijdens dat Fortnite een zwart gat was. Nu, op dit moment, je zag het misschien al wel aan de afgelopen paar nieuwsvideo's. Ze zijn allemaal kort, er is weinig nieuws. En dat komt omdat, ja, omdat er weinig nieuws is. Dus ik kan er niet meer van maken natuurlijk. En we willen natuurlijk wel elke dag een nieuwsvideo maken. Maar soms is het best wel lastig, omdat er best wel weinig content is. Fortnite is heel erg stil. Iedereen heeft er last van, tenminste nieuwskanalen voornamelijk. Het is stil. En dat is natuurlijk jammer. Er is geen hype voor een nieuw event wat eraan gaat komen. Op dit moment nog niet. We zitten al in het midden van het seizoen. Het gaat niet al te lang meer duren natuurlijk. Fortnite moet iets gaan doen. Maar misschien is dit seizoen wel heel erg stil. Zou natuurlijk kunnen. Maar laten we dan allemaal hopen dat Season 2 natuurlijk weer groot gaat worden. Ja, dat is het enige wat ik kan zeggen eigenlijk. Het is afwachten. Dus weinig nieuwtjes. Laten we hopen op snelle verandering. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over een ninja die boos wordt op bots. Zoals jullie weten, bots zitten nog steeds in de game. Ook bij pro-players en bij normale spelers. Wat absoluut niet de bedoeling is volgens velen. Sommigen vinden het fijn, maar ja, ik denk dat 99% het wel mee eens is. Bots zijn super irritant. Omdat het is gewoon niet leuk om te killen. Er is geen... Ja, letterlijk, die bots zijn zo slecht. Laten we anders even een kijkje nemen in de clip van Ninja. Maar in de bots, in de bots. Bro, dude, this... Get the bots out of the game! Look at that idiot! I turn around and I see him first and I cracked him for 12. That it's like, I'm gonna kill the guy. What's Andy? He doing? Just mailing right in front of the guy. Like, dude, that's almost as bad as a stream sniper who's like trying to drop you stuff off in the middle of a fight and you edit and react because you think someone's trying to kill you, bro. Ja, dit was de video en ik weet niet te veel over. Yes, dames en heren, super leuk dat jullie kijken naar deze wat kortere update video.